Impact Man. Deze podcast over afvalvrij leven is mede mogelijk gemaakt door boeren en buren. Via hun website kan je rechtstreeks van lokale boeren bestellen. Eenmaal per week haal je je bestelling af op de boerderij, waar ook de boeren aanwezig zijn. boerenenburen.be. Ook Kutzu.be, een ecologische webwinkel met duurzame en afvalarme producten, steunt E-Colle. Kutzu.be. Welkom bij E-Colle, een podcast over Zero Waste. Ik ben Veerle Colle. En ik ben Christophe Colle. En het is nu al de 7e aflevering. En vandaag gaan we het jaar 2019 in. Ja, en we hebben het over goede voornemens. Vooral, denk ik, ook een nieuw begin van het jaar, hè? En we kijken vooruit naar het tweede jaar waarin dat we actief zijn met onze podcast. Ja, en in dat tweede jaar kijken we ook uit naar 15 juni. Want dan gaan we voor het eerst een live podcast sessie houden in Krainem. En je kan erbij zijn, maar de plaatsen zijn beperkt. Dus het evenement Zero Waste, No Mess, No Stress, zoek daar zeker eens op Google. En ja, reserveer alvast uw ticket als je er wil bij zijn. Ik vermoed dat hij op uw site er ook wel iets het een en het ander van gaat vermelden. Ja, en we zijn nog dingen van plannen van dit jaar, maar daarover gaan we nog niet te veel los. Nee, dat zijn nog verrassingen, want er komt van alles aan. En het is echt wordt een boeiend jaar bij onze podcast. Ja, maar we gaan het nu vandaag hebben over goede voornemens, want in onze laatste podcast van 2018 heb ik Christophe uitgedaagd om voor 2019 een voornemen te nemen over Zero Waste. Iets dat hij wil, waar hij zich wil voor inzet. Dus Christophe, wat is het geworden? Ja, het is een beetje ruimer geworden. Ik heb namelijk een jaarplan per maand gemaakt. En dus 2019 sowieso ben ik nu een beetje aangestoken om veel meer Zero Waste te gaan leven. Dat doe ik eigenlijk nu de laatste maand, sinds dat ik hier de sidekick ben van de podcast, zeker al. Ik heb nu eigenlijk een plan waarbij dat ik op alles wel wat ga letten, maar iedere maand ga ik op 1 punt echt zero tolerance doen. Dus dan ga ik daar echt, dat doe ik volledig zonder verpakking. Ja. Ja, ik zal het anders een keer zeggen. Ja. Dus deze maand, januari, ben ik van plan om alles wat dat pasta, rijst en aardappelen betreft, om dat echt allemaal volledig zero waste te kopen. Ja. Dus ik ga nog ook een keer alles van ontbijt enkel onverpakt kopen. Een keer een maand. In februari dan? Anders dat was mijn plan. Ja, dat wil ik wel zeggen, dat kan nog een beetje wijzigen. Ja, oké, zo wel. In maart ga ik alles van vlees, kaas en veggieburgers onverpakt kopen. Dus vlees eet ik wel niet, maar mijn vrouw en mijn dochter wel. Ja. Dat alles onverpakt kopen. Dan april de groenten. Mei het fruit, juni alles wat dat koekjes betreft, zonder verpakking kopen en eten. Juli geen drank uit kleine flesjes of blikjes en ook de grote flessen proberen niet. Je bedoelt dan cola en zo? Ja. En nu ben ik aan het, weet ik nog niet goed, jullie ook op mijn werk drink ik echt wel nog water uit grote flessen. Petflessen, maar ik heb tot juli om ook daar in te grijpen. Oftewel moet ik uit met mijn drinkbus naar het werk. Ja, ik denk niet dat er veel collega's luisteren naar dit hier. Dus, ze gaan nu daar, als ze het wel doen, dan gaan ze controleren. In augustus ga ik me echt houden aan 2 minuten douchen 's morgens. Moeilijk, ja. Ik zit er niet zo ver van. Ja, we hebben zo een spiegel in de badkamer. Ik vermoed dat iedereen dat heeft. Ik heb ze altijd, maar hij mag nog niet bedoomd zijn als ik eruit kom. En dat is zo altijd net wel of net niet. Ja. Ik weet niet of het alle 2 minuten is. In augustus gaat mij daar echt een keer op letten. Je hebt zo van die klokjes en douchen met. In de zomer is dat wel gemakkelijker, denk ik. Want in de winter, als je zo echt van de kou thuis komt of zo. Maar het gaat eigenlijk wel om de ochtenddouches. Ja. Maar goed, we gaan daarop ingaan. In september ga ik een keer proberen, want dat doen wij eigenlijk ook wel echt nog. Geen papieren zakdoeken meer. Ja. Dat is echt niets meer. Dat is echt alleen nog. Ja, we hebben zo wel zakdoeken, maar toch hebben wij ook zo van die dozen staan, dat je zo een zakdoek uit kunt pakken. Zo. Maar dat is eigenlijk wel nog een redelijk deel van de restafvalzak. De zakdoekjes, echt? Mooi. Ik heb dat de laatste weken heb ik zo wel af en toe een keer gekeken en zo een keer geschat. Ja, het herfst is wel nog altijd. Ja, dat is voor straks. Ja, we moeten. En dan in oktober de snoepjes en de chocolade. Ja, oftewel niet in huis halen, oftewel onverpakt. Ja. Dan in november ga ik dat dan uitbreiden naar alle snacks. Dus ook de koekjes en, de chips. En in december ga ik dan een eindbalans opmaken qua vuilzakken. Dus ik ga turven doorheen het hele jaar hoeveel zowel restafval als PMD-zakken dat ik heb. En ik schat dat vorig jaar, en nu ben ik wel opnieuw wat luisteraars, dus als ze dat veel of weinig gaan vinden. Ik denk dat wij met ons gezin van 3 en een kat, dat wij 26 restafvalzakken van 60 liter hebben gehad, dus om de 2 weken. Dit jaar, 2018. 2018, ja. Ja. En ja, dan wil ik naar beneden. Je wilt zoomen, ja. En dan ook nog PMD ga ik ook talen. En totaal aantal zakken wil ik evenveel zakken zwerfvuil geraapt hebben. Ja. Dus ik ga dat bijhouden. En ja, in december vermoed ik dat ik wel een beetje zal moeten inhalen. Want als je meer afval hebt gemaakt thuis, ga je zelf eigenlijk zeggen van, nu moet ik ook meer afval rapen. Ja. Eigenlijk is dat wel een hele interessante... Ja, eigenlijk is dat wel tof. Maar momenteel is het quasi een evenwicht. Ja. Want ik ga dat lijstje hier van uw voornemens, ik ga dat ook op onze website zetten. Ja. Dan, wie dat wil, kan meedoen. Ja, wie wil, kan meedoen. Ja. En mag ook natuurlijk... altijd zijn ervaring delen, hè. We hebben die liever. Ook als je tips hebt voor Christophe, we gaan dat maand per maand overlopen. En dan ga ik tips geven of kunnen we het daarover hebben. Ja, want ik wil dat ook wel evalueren. Dus ik vermoed dat zo'n maand dat doen, ieder ding apart, dat wel gaat leiden tot daarna dat ook gaat verminderd zijn. Maar ik ga waarschijnlijk de meeste dingen niet tot 0 verder zetten. Maar je gaat gewoon gecreëerd hebben wel, hè? Je gaat zeggen, dat heb ik zo. Ja, zo inderdaad. Dat zijn we eigenlijk al met ons 2 wel een beetje mee bezig al. Zo. Ja. We weten dus al een beetje qua groenten en fruit wat dat er waar onverpakt te krijgen is. Ja. Zo de gekende komkommer in plastic en zo. Ja. Waar dat die niet ligt. Ja. Want dat is ook, als je dat een maand gaat doen, ga je ook richting op die... Allee, ga je uw weekplannen richting... die inkopen. Want dan weten, ik heb een komkommer nodig, ik ga misschien, die ligt daar, en ik passeer daar dinsdag, want ik moet dan naar de bakker, dat je dat dan combineert. Hoe langer dat je zo gaat inkopen, hoe meer dat er gaat inzitten, denk ik. Als je echt op verschillende plaatsen moet zijn. We zitten nu nog veel meer aan de wekelijkse of 2 wekelijkse grote inkopen in de supermarkt, waar dat een keer echt u laat gaan en alles. Maar dat hebben we nu een keer gedaan ook, echt met... een streng oog. Dan zijn we nu een keer samen. Nou, meestal is er wel maar 1, maar nu was het samen. Ja, dat moest wel. De grootwarenhuizen. Verschillende. Om toch overal hetgene dat het minst verpakt is te kopen. Maar wel met ons vast lijstje van grote boodschappen. Grote boodschappenlijst. Zo. Mm-hmm. Ja, dat lukt wel. Uiteindelijk, als je een beetje meer tijd pakt en een beetje strenger bent. Om toch... zeker meer dan de helft minder verpakking mee te hebben. Ik kan wel zeggen, het is niet goedkoper uitgedraaid, zeker niet. Ook niet veel duurder, maar het is... Ja. Ging het alleen over voedsel? En het is wel gezonder uitgedraaid. Dus de echt ongezondste dingen laat echt wel liggen. Want die zijn ook terst verpakt. Dus dat wel positief is. Maar het ging dus alleen over voedsel nu. Je zei echt gewoon eten vooral. Ja. Want de eerste maand... Of ik ga eerst nog een keer kijken naar uw maanden... volgens mij zijn uw moeilijkste uitdagingen een beetje vooral de snoepen ook, gelijk dat al zei. Je kunt daar bijna geen alternatieven in vinden. Maar nu zijn er altijd meer winkels die wel alternatieven hebben en snoepen zonder verpakking. En de Kruidvat heeft dat al heel lang, hè. Dus ja, daar kunt je ook altijd snoepen kopen. Pak je je eigen zak dan? Heb je dat al gedaan? Ik koop eigenlijk geen snoep in de Kruidvat, maar ik weet wel dat het er is. Maar mijn eigen zak? Ja, daar ga ik niet zo vrij op kijken. Ik heb al in een soortgelijke winkel al wel gedaan. Dat die puntzak, dat dat moet. Ja, het ding is als je gewicht van dat zakje er niet aftrekken. Dat is dan eigenlijk wel... Maar ik bedoel, ik denk dat dat moeilijk is om... Als want meestal de meid weegt wel meer dan hun puntzakjes. Ja. Maar dus qua snoepen denk ik dat het moeilijk is, omdat als je daar... Ja, de supermarkt... het is niet dat wij zo extreem veel snoepen, hè. Nee, het is gezonder om een appel te eten. Dus maar eigenlijk... het is wel het moeilijkste om het echt te vinden, niet verpakt. Maar dat staat er nu op oktober. Maar je kunt ook inderdaad zeggen van, we gaan een maand niet snoepen. En dat gaat heel gezond zijn, maar dat is wel heel moeilijk. Ja. Maar het heeft mij ook al veel van snoep afgehouden, omdat ik dacht van, dat is verpakt. Plus, het is ongezond. Dus dat zijn 2 redenen om het niet te nemen. En zo snoep ik wel minder en heb ik ook meer en vaker zin in fruit. Dus dat is wel een voordeel. Ja. En ik denk dat het gemakkelijkste om te vinden, denk ik, is fruit en groenten al zonder verpakking. Ik denk dat iedereen al een beetje weet. Ja, dat weet ik toch niet, want het grotere deel wel. Ja? Daar hebben wij, ja... Je moet niet naar Aldi of Lidl gaan, daar is het allemaal verpakt, dat weet ik. Nee, maar sommige dingen wilden wel. En ik weet gewoon niet wat je dat kunt krijgen. Ondertussen hebben we zelf voor champignons een plek gevonden. Niet zo ver van ons huis, waar we ze... Ja. Maar het is echt wat duurder ook, ze. Maar dat dat ze niet in zo'n bakje zit. Het is lokaal, ja. Het is bij. Het zijn wel goeie, ze. Ja, wel, het is wel goeie. Ja, soms heb ik het er wel voor over, dan. Omdat iets lekker is. Maar ik denk ook op vlak van voeding, als je afvalvrij koopt, vind ik het vaak jammer. Het is biologisch, en dat is goed hè, biologisch, maar het is dan ook direct duurder. En dat weet ik ook, dat bij voeding, heb mensen die zeggen, ja, zero waste is direct goedkoper. Maar op vlak van veel inkopen niet, denken mensen in het begin. Maar zero waste is vooral goedkoper op lange termijn, op alternatieven die je gaat dingen minder kopen. En bijvoorbeeld wegwerpdingen vervangen door dingen die langer meegaan. Op dat vlak gaat je veel besparen. Maar dat vind ik ook, op vlak van voeding moet er nog veel meer werk door de winkels zelf gedaan worden. Het is dat ik ook zelf, zoal de laatste weken regelmatig gewoon in de vuilzak heb gekeken. Ja. En zo gedacht van, ja, wat neemt er nu echt veel ruimte in, plus wat is er echt slecht en afbreekbaar. En dan kom ik uiteindelijk toch veel uit op groenten en fruit. Dus van die bakjes en van die noten en van die, waar dat er wel alternatief voor is, hè, maar... Dat zijn dan toch zo van die onhandige... Ja, zo bakjes, doorzichtige... Ja, van die vormen. Nee. Het kan zo net niet in het PMD, het is ook niet zacht plastic, dus het is zo... Ja. Maar goed, uw eerste maand, januari, zie ik staan, pasta, rijst, aardappelen. Ja, we hebben wel al een beetje een omwegje. Want ja, pasta en rijst en... we weten dat dat in de echte Zero Waste winkels, sommige die hebben dat in de aanbieding, maar die zijn natuurlijk niet vlak bij mij in de buurt en die zijn ook niet van de goedkoopste. Maar we hebben wel een merk gevonden waarin dat vrij veel puur in karton verpakt is. En welk was dat? Dat mensen dat weten? Weet het niet meer afgaan. Zeg het mij en dan pas ik het op onze site. Ik denk Soebrikanda. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd, maar het was zo'n merk, hè. Het was geen witte label of zo. En dat was, alles was puur in karton. En dat vond ik dan, dat is al veel meer. Dat is al beter. Geen plastic, ja. Dat is al recycleerbaarder. Ja. Dus dat is en voor de pasta. En ook echt weinig verpakt, echt vrij groot. En... Dus ja, daar heb ik nu al zelf al een beetje buiten de regels gegaan. Ik ga het zeker ook een keer doen, dus echt zero waste gaan kopen. Want ik wil wel ook die maand evalueren, ook financieel. Ja. En qua moeite doen en qua wat dat is. En denk ook, pasta blijft ook lang goed. Je kunt dat ook inslaan. Dat is zo het voordeel aan dat is dan weer het voordeel ten opzichte van die groenten en fruit dat we zeiden. Ja, je koopt daar geen 2 weken op voorhand fruit en groenten. Nee. Dus daar moet je dan wel heel de tijd mee bezig zijn. Terwijl, een van de dingen die er niet op staan, maar wat ik dus nu ook een beetje in geswitcht ben, is dan toch van een paar afleveringen geleden... Ik heb nu een heel grote zak kattenkorrels gekocht, zodat er maar 1 keer 1 zak is. Ja. En ik heb ondertussen ook composteerbare kattenbakvulling. Ja. Want hij heeft nu van de winter toch zijn bakje goed gebruikt. Ja. Dus dat was een van de uitdagingen. Ja, voilà. Ik heb een grote zak gaan halen. Ja. Dat is nu natuurlijk daar ga ik nu de komende 3 maanden waarschijnlijk niet meer aan moeten denken. Dus nog de aardappelen en de rijst, hoe ga je dat doen? Heb je daar al over nagedacht? Ja, rijst heb ik ook in kartonnen doosjes gevonden. Ah, ziek. Maar is dat ook in de supermarkt geweest? Om mijn bulk te gaan halen, dat was een supermarkt, En, de patatjes? Die hebben we al we wisten wel een adres en mijn vrouw is dan de grote zak gaan halen bij de boer. Ja, dus dat zal eigenlijk voor deze maand al goed zijn. Ja. Dus patatten kun je ook lang bewaren. Vroeger staken mensen dat zo bleven ze daar onder het zand steken. Ja. Dus patatten kun je eigenlijk ook wel goed lang bewaren. Ik vind het wel tof dat je zo een planning hebt opgesteld dat niet te zwaar is. Dat je zo puntje bij puntje hebt gedaan. Ja, een beetje lekker hoe dat onze podcast ineen zit ook. Hè. Inderdaad. En ik denk ook dat je dus, zoals ik al zei, dus zo een beetje... daar een gewoonte van gaat kunnen maken, omdat je het op een rustig tempo doet. Want er zijn soms zo mensen online die 1 week afvalvrij leven. En ik denk, dat kan onmogelijk zijn daarvan. Ergens gewoon direct 1 week zonder afval gaat leven, is veel moeilijker. Maar het zou voor mij ook geen manier zijn om erin te stappen. Maar dit wel, en dit ga je ook veel makkelijker een andere gewoonte aanleren. Hè? En iedereen kan meedoen in het gezin. Het is zeker... laagdrempelig genoeg om het vol te houden, dat is het goede eraan. Ja, mijn doel is om onder de 20 restafvalzakken te komen. Ja. Qua Dus dat is PMD niet meegerekend, maar... Ja, dat is cool. Ik ben benieuwd. Ik ben nu al benieuwd naar december 2019. Maar dan ben ik ook alweer een jaar ouder. Dus ik weet niet of ik al zo rap wil dat dat er is. Wat ik ook nog wou zeggen over uzelf, maar ook mensen die misschien willen meedoen. Een heel belangrijk punt aan afvalvrij willen leven. En ik haal dat eigenlijk vooral uit het boek van de No Impact Man. Ik weet niet of iemand dat kent. Dat is iemand die dus in Amerika een jaar lang geen impact wil hebben. Dus die is heel extreem gegaan. En dat maakt ook dat hij heel goed kan relativeren. En zijn ervaringen kan delen in dat boek No Impact Man. En hij spreekt over de social level en hoe belangrijk dat die is. En de social level wil zeggen, op het moment dat je merkt, op sociaal vlak moet je een keuze maken die staat voor meer vriendschap in plaats van voor minder afval, dat je altijd blijft kiezen voor die vriendschap. Dus bijvoorbeeld als je bij mensen op bezoek bent en die geven u, je vraagt thee en die geven u dan... iets van Lipton, maar dat is plastic, hè, die theezakjes van Lipton. Gaat dan niet, dat weigeren, ziet dat dan nog altijd als iets van iemand te geven, iets. Hè, dus bij mensen thuis begint niet ruzie te maken, begint daar niet te veel over. Maar ook in uw gezin, lijkt mijn vriend bijvoorbeeld, er zijn dingen die hij niet kan laten, want hij dat super lekker vindt. Man. Het is ondertussen met een man, sorry, ik moet er nog aan letten. Oh, ik moet er nog op letten. Maar dus... Dan moeten we dat relativeren, dan spreken we daarover. Soms is dat ook eens met harde woorden, maar eigenlijk moet ik ook beseffen van... Het is niet omdat ik dat kan laten, dat hij dat kan laten. Hij moet ook gelukkig blijven. Dus probeer de social level, dus probeer dat nog altijd belangrijker te vinden dan uw aantal vuilzakken. Ja, ik kan u al zeggen voor de luisteraars, ik ben er al regelmatig bij geweest alweer ergens op een kruispunt staat van... oei, ik moet hier kiezen tussen het ene en het andere. Geef ik een voorbeeld? Ja, of verschillende keren heb ik geweten dat ik met Veerle op een terras zat. En dat dan in Veerle daarbij zijn door iemand anders met kinderen. Rietjes wordt gevraagd. Ja, niet echt gevraagd, maar dat ze toch worden gebracht. Ja, zo dat zal normaal van dit jaar niet meer gebeuren. Nee, want het zou moeten stoppen in Europa. Maar het is voor ons, we hebben nog niet zo'n duidelijk beeld van hoe dat dan nu ingevoerd wordt. Ja, we blijven top volgen, want ze zeggen dat het verboden wordt, maar ik zie nog overal rietjes. Volgens mij zijn nu alle winkels zo bezig met al de rietjes vlug buiten alleen nog de laatste rietjes zo te laten gebruikt worden, want ik zie ze nu overal rietjes opduiken. Maar... ja, dat is zo, dan komen we zo weer aan dat verhaal met de verschillende lagen, want... Dat wordt, sinds dat ik nu ook met mijn naam een beetje meer aan Zero Waste verbonden heb, krijg ik wel regelmatig ook de opmerking door die hij heel veel te horen krijgt van, ze moeten weer de kleine man aanpakken. Ja. Ze moeten weer de kleine man zo wat, daar streng op zijn van weinig afval en zo, en die grote bedrijven, hè? Daar doen ze niets aan. Maar ze moeten, wie zijn ten eerste ze, en wij zijn allemaal mede verantwoordelijk, denk ik, en... Ja, ik zou het wel graag een keer uitzoeken, ergens van dit jaar, volgend jaar, ik weet het niet. Ja. Hoe dat precies zit, want ik hoor verhalen en ik heb er zelf ook nog staan op kijken. Bij mij is dat nu niet echt het geval, maar op mijn werk zelf, maar als ik confronteer me met andere bedrijven, dat er dan toch een kosten-batenanalyse ertoe leidt, dat er gewoon één restafvalcontainer wordt gemaakt, dat er niet gesorteerd wordt en dat dan toch maar gewoon... wekelijks een grote container opgehaald wordt en dan gewoon papier, glas, alles in één grote container terechtkomt. Ja. En dat is echt een veel grotere container dan die ene zakken die mensen zelf buiten zetten. Ja, het is ook en op zo'n momenten is dat heel ontmoedigend om daar zelf mee bezig te zijn. Misschien moeten we een keer een reportage daar meer voor gaan maken. Ja, en de vraag is hoe zit die wetgeving eigenlijk precies rond afval bij het gemiddelde bedrijf? Misschien moeten we dat eens meer dichter uitzoeken om daar meer over te weten. En iemand die daar veel meer van weet, een keer interviewen. Ik denk, of gewoon alvast vragen stellen. Maar ik vind wel dat als kleine man, nu gebeuren er heel veel betogingen naar de grote mensen toe. En de grote mensen bedoel ik de mensen die aan de top van ons land staan. Hè. Dus ik denk dat de kleine man zich nu wel laat horen, dat ook de grote man zich moet aanpassen. Dat vind ik wel heel goed. Ja, mijn beeld is dat alle lagen tegelijk. Ja, sowieso. Stapjes moeten zijn. Ja, want als de grote zich aanpassen, gaan we ons ook moeten aanpassen. Ja, dat kunnen we ook niet doen. Hè. De kleine man maar laten doen, en zo gaat het ook niet. Nee, dat helpt ook niet. En ook gelijk, nu zijt je ook die tips aan het doen van... Dat vind ik ook trouwens leuk aan uw lijstje. Je hebt gezegd, ik ga dat niet meer doen. Daar ga ik mee stoppen. Je hebt heel veel dingen die je gaat weigeren. Het is niet zo dat je zegt, vanaf nu ga ik dat vervangen door dat. Want afvalvrij leven wil niet zeggen, ik ga gewoon een alternatief zoeken. We gaan gewoon... het draait meer om zelf anders te gaan leven. Dus dat is ook, in uw tips gaat dat ook daarover. Dus dat vind ik, uw tips en uw puntjes, dat vind ik wel leuk. Ik denk dat de luisteraars zich ondertussen ook afvragen, heb jij eigenlijk voornemens voor 2019? Ja, ik heb als voornemen genomen dat ik moet leren loslaten. Ik durf soms dingen niet loslaten in de zin van, ik kom thuis, dat blijft in mijn hoofd zitten, of iets waar dat ik verantwoordelijk voor ben, of juist waar dat ik eigenlijk niet verantwoordelijk voor ben, dat ik rap zeg, ja, nee, zal ik dat wel doen, maar dat ik meer dingen loslaat, snapte? Nee zeggen ook. Ja, maar dat was mijn voornemen van vorig jaar. Dat is eigenlijk gewoon niet gelukt. Nee. Maar dus je formuleert het nu gewoon anders. Ja, eigenlijk ja. En had ook een voornemen op het gebied van Zero Waste zelf? Ja, wel, dat heb ik ook genomen. En dat is eigenlijk wel interessant geweest. Ik ben naar een lezing geweest van... hoe noemt hij? Pieter Boesemaar. Sorry, ik vind dat een moeilijke naam. Die heel wetenschappelijk dat over de opwarming van de aarde en wat er allemaal invloed op heeft. En ik weet zelf, afval heeft daar geen invloed op. In de zin van, het afval in de oceaan, dat is niet dat ervoor zorgt dat onze aarde opwarmt. Wat er wel voor zorgt, is natuurlijk het aantal CO2 dat verbruikt wordt bij het maken van al die dingen. En hij sprak dan ook inderdaad over dat je bijvoorbeeld meer op groene energie moet overgaan. En ik wil mij nu ook meer inzetten in mijn eigen buurt daarvoor, om autodelen met elektrische auto's. Ik wil dat er proberen doorkrijgen in mijn eigen buurt. Dat is eigenlijk zo'n beetje mijn ding van... Vroeger deelde ik een auto. Maar dat gaat nu niet meer, omdat ik buiten de stad woon. Maar ik wil dat ook buiten de stad introduceren, snapte? Dat autodelen met elektrische wagens dan, met groene energie. Ja, daar wil ik mij zo meer voor op inzetten. Welke buurt is dat precies? Dat is Grimbergen. Dus iedereen van Grimbergen die luistert en mee wil autodelen, contacteer mij zeker. Want dan gaan we er een heel tof autodeelsysteem van maken. Ze bestaan al, dus we moeten ons gewoon ergens bij aansluiten. Oké, dus dan gaan we dan eind 2019 een keer vragen wat er daarvoor gekomen is in de Grimbergen. Ja. En dan zijn we nu toe aangekomen aan de voornemens van de luisteraars. Want je hebt ook een paar vragen, zijn er wel binnengekomen. Ja. Lees jij? Ja. Ayla Verschuren, die zegt op Instagram, ik wil me minder aantrekken van wat anderen denken. Ja, dat kan. Ik denk dat ik soms ook wel rap nadenk van... Vooral als kost veel energie ook, hè. Nadenken wat anderen van u denken. Is het dan over Zero Waste zelf gaan? Misschien, maar ik denk ook... Het veel mensen die denken, ik ga dat niet doen, want andere mensen gaan denken... Maar eigenlijk zijn vaak andere mensen niet eens bezig met... Wat zo'n leutheid, ja. Nee, maar ze zijn soms gewoon... Ze kijken soms gewoon niet naar u. Ze trekt er soms niks van aan. En toch zijn daarmee bezig. Dus ik hoop dat Ayla... Ja, dat ze haar voornemen... Ja, wij gaan het ons niet aantrekken, Ayla. Nee, wij trekken ons echt niet aan. Ja. Doe maar. Dan hebben we Olga 489 of 489 of zo. Ja. Ook op Instagram. Meer genieten van het proces... in plaats van het resultaat. Dat vind ik een mooie. We zijn onderweg. Ja. Onderweg lijkt zijn is het leven. Ja, lijkt niet reizen met vliegtuig, maar gewoon met de trein en langer over doen. We kunnen meer genieten. Ja, normaal gezien. Over het algemeen geniet je meer met minder brol. Ja. Dat is mooi. En dan twee luisteraars die een beetje hetzelfde voornemen hebben. Een beetje anders geformuleerd eerst. Jesse Reveuze. Ook op Instagram, zegt... Ik wil no-buy jaar voortzetten. Dus die heeft vorig jaar ook al een no-buy jaar gehad. En Saskia Loosveld op Facebook zegt... 2019, voor mij een gans jaar... geen nieuwe kleren, geen nieuwe schoenen, handtassen of accessoires. En de beste wensen. Dat is belangrijk, ja. Dank u wel. Ja, die willen een beetje hetzelfde, ook een beetje minimaliseren, hè? Niets kopen. Ja, dat gaat allemaal over minimaliseren. Niks kopen, dan wordt er minder geproduceerd, dan heb je ook minder CO2 dat afkomt. Ja, wel tweedehands en zo. Maar, ja, dat is ook niet meer extra productie. Dat is ook no-buy. Maar dat hoort heel dicht bij Zero Waste, dus dat vind ik wel een mooie voornemen. En ik probeer ook altijd zo erg mogelijk nieuwe dingen te kopen. Maar ik heb nog nooit volgehouden om een gans jaar niks te kopen. Allee, wel iets, maar ik denk dat ze wel inderdaad ding. Ze bedoelen bepaalde spullen, zaken dat ik al een reflex altijd had van dat eerst tweedehands te zoeken. En sommige dingen toch ook niet. Ja, je hebt dat een beetje van je schoonbroer geleerd. Huh? Je hebt dat toch een beetje van je schoonbroer geleerd? Ja, alles ik heb een instrument gespeeld. En dat zoekte je gelijk normaal wel altijd eerst tweedehands. Ja. Want je gaat er altijd vanuit dat er mensen zijn die dat niet meer gebruiken, terwijl het wel nog goed is. Ja. Terwijl van kleren gaat er echt wel vanuit. Ja, die gaan maar weg als ze versleten zijn bij de meeste mensen. Ja, ik vind wel... Van kleren vind ik wel nog leuke dingen in de kringwinkel. Dat vind ik nog wel... Ja, die reflex-actie, ja, dat u dus voor, ja, maar dat als je wel... foute dingen wilt hebben, maar... Ja, vlak bij mijn huis is er echt een wijze kringwinkel. Dat is een grote, gigantische... Oké, ik kan daar een hele dag in rondlopen. Dus dat voordeel heb ik wel. Ja. Oké, ik vind het leuk om hier wel bij het minimaliseren een beetje af te sluiten, hè. Ja. Ik wil wel nog zeggen, voordat we helemaal afsluiten, momenteel tot eind januari... loopt er op mijn pagina op Facebook en mijn Instagram een wedstrijd dat je een Zero Waste workshop kunt winnen bij jou thuis. En je... Ja, wie geeft dat? Ik. Okay. Ja, dat is belangrijk. Ik doe dat. En het leuke is, je mag 4 vrienden uitnodigen en jezelf. Dus het is eigenlijk voor 5 personen een heel persoonlijk workshopje, Zero Waste at Home. Ja, je kunt het vinden op mijn site, veerlecolle.be, maar ook op mijn Facebook. Wat moet je daarvoor doen? Je moet eigenlijk... Een ballonwedstrijd. Dus je moet een ballon op... Nee. Ja, en een briefje aanhangen en laten hangen in de boom. Nee, je moet 4 mensen taggen die je wilt uitnodigen en mij laten weten waarom. En de waarom is echt belangrijk, want alleen de beste ga ik dan in een pot steken. En taggen op social media dan. Ja, taggen natuurlijk aan mensen op de hoogte zijn. Maar ook gewoon, dus de beste redenen, ga ik in een pot steken, dan ga ik zo grabbelen. Of een onschuldige hand, of jij misschien. We kunnen het misschien in de podcast doen. We zien wel. En dan, ja, als je het wil volgen, bijvoorbeeld als je het mist, is best om maar je zet ook... dus de boeken voor workshops. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Het beste is, als je zeker wil zijn dat je niet mist wie het winnaar is, dat je ook op de website veerlecolle.be u inschrijft om de posten te volgen, zodat je het zeker in je mailbox hebt. Zo. Ja, en ik geef dus workshops... Het is redelijk druk al. Dit voorjaar wordt het heel druk. Maar ja, je mag mij altijd contacteren daarvoor, hè, Christophe? Jij ook, hè? Oké, dan ronden we weer mee af. We willen nog een keer verwijzen naar dat we te volgen zijn op SoundCloud, iTunes, YouTube of verschillende podcast-apps al. We doen ons best om zo gemakkelijk mogelijk bereikbaar te zijn. Als je ons een keer live wil bezig zien, dat kan. Op 15 juni. 2019. In Krainem. De Lijsterbes. En wie weet komen er nog festivals waar wij live te zien zijn. Ja, mocht daar ook altijd voor een mailtje sturen. Dan... Dat zien we graag komen. Tot de volgende. Yo, salut.